Beste OCT-leden, ik sta hier op het dak van Servicewet de Betouwende Tiel. Dit prachtige prestigeproject van de Vereensliepen. Het zal voor niemand gek zijn, maar 5 maart gaat natuurlijk niet door in verband met de huidige ontwikkeling in de maatschappij. Maar graag wil ik jullie meenemen in het fantastische project. Ga je mee? Wat maakt de Vereensliepen nou zo'n uniek bedrijf hier in de regio? Nou, heel erg lokaal geworteld. We hebben natuurlijk zowel onze medewerkers, de oprichters, maar ook de huidige medewerkers zijn eigenlijk allemaal lokale mensen. Die hier wonen en werken en die dus ook zeg maar, in het weekend met hun gezin bij wijze van spreken, langs de bouwplaats fietsen waar ze door de week mogen werken. Ja. Dat is vrij uniek. Daarnaast onze klanten. Wij werken heel lokaal. Wij zeggen altijd een bandbreedte van zeg maar, Leerdam tot aan Nijmegen en dan tussen de Rijn en de Waal. Met ontzettend veel vaste klanten. Zeker bij zo'n pand vraagt echt heel veel zorgvuldig beleid met betrekking tot omgaan met de constructie. Zowel tijdens het slopen, het asbest saneren, als ook weer tijdens het bouwen. De achterliggende gedachte was in die tijd beton te besparen. Beton was een duur product, dus door de toepassing van die nagespannen vloeren kon de constructie slanker uitgevoerd worden. Ja. Dus minder materiaal nodig, dus lagere kosten. Ja, en dat is nu op dit moment, tegenwoordig wordt dat systeem eigenlijk in nieuwbouw bijna niet meer toegepast. Wim, je hebt het over slopen, asbest saneren, alle rommel eromheen. Is het niet gewoon handig om zo'n pand gewoon met de grond gelijk te maken, sloopkogel dus eroverheen en opnieuw op te bouwen? Dat zou je denken. Dat was ook lang het idee van de woningcorporatie. En uiteindelijk heeft men dat herzien, omdat er een vraag is naar type woningen wat in dit pand zitten. Twee kamerappartementen, dat zijn er in dit geval 114. En de kosten, wat je natuurlijk moet voorstellen, die sloopkosten enerzijds, die krijg je erbij. En anderzijds is het hele casco hebben we nu laten staan. Dus het hele betonnen skelet van dit pand, 7 verdiepingen hoog, wordt gewoon hergebruikt. Ook om weer te kunnen voldoen aan de huidige eisen van energiezuinigheid, duurzaamheid, etc. kan dat gewoon. Plus op het moment dat je het had gesloopt, dan had je ook weer nieuw moeten bouwen. Dus je had die kosten 2 keer gehad. 25 meter hoog? 25 meter hoog. We gaan buiten kijken op het dak. Yes. Nou, hier op het dak zijn we al heel ver. Het hele dak hier is vervangen. Dus dit dak is eigenlijk, of alle daken zijn afgepeld tot op de betonsconstructie. Ja. Dus dat is inmiddels allemaal verwijderd en afgevoerd. Dus volledig opnieuw geïsoleerd. Dus voldoet qua isolatiewaarde nu weer aan alle eisen van deze tijd. Wordt voorzien zometeen van zonnepanelen. Je ziet hier de onderconstructie is al gelegd. Als we op het andere dak zometeen kijken, daar liggen de panelen zelf ook al op. Wat straks gaat voorzien in een groot overschot qua energieopwekking. En dat zal gebruikt worden voor onder andere de lift, de algemene verlichting, de toegang van het pand, etc. En de rest wordt gewoon teruggeleverd aan het net. Om zo zeg maar ook een stukje duurzaamheid bij te dragen voor de omgeving. Ik heb geen idee wat de komende weken ons zal gaan brengen. We blijven onszelf voorbereiden. 25 mei staat onze volgende bijeenkomst op de planning. Die ga ik samen organiseren met de BIS uit Tiel en met Werkzaak Rivierenland. Ik hoop jullie dan in ieder geval te zien. 25 mei, zet hem alvast in je agenda. Dankjewel.